Change Experience. En wat is de Change Experience? Een bijeenkomst van de NCD over verandering en de opleiding Change Unlimited. Vertel Gerard, wat vond je ervan? Wat vond ik ervan? Nou ja, het leuke is van elke keer als we het doen, is het weer anders. Oh, dat is change, hè? Ja. Het is echt praktisch wat je preach. Op het moment dat je met dit soort dingen omgaat, dan kom je zelf ook weer tot andere inzichten, andere benadering. En het lijkt ook wel een beetje experimenteren. Van wat slaat nou het beste aan? Hoe kun je het overbrengen? Ja. En een van de dingen die we natuurlijk hebben met Change Unlimited is van dat je eigenlijk de ervaring die je opdoet eigenlijk niet kunt vertellen. Nee. Ik kan niet aan de mensen vertellen wat er gebeurt met mensen. En dan is het leuk om het te laten meemaken. Precies. Om te zien hoe dat ingrijpt, hoe mensen anders gaan denken, anders gaan doen naarmate je de leergang volgt. Ja, nou, ik kan niet anders verwoorden. Het is echt een ervaring en elke keer is het weer anders. Dus ik zal zo even laten zien hoe de deelnemers dat ervaren hebben. Ik ben ook heel benieuwd wat ze ervan vinden. Ja. Ik ga het vragen. Jo. Ik heb naast mij Evert staan en Evert heeft net de Change Experience bijgewoond. En nou ja, wat is je eerste indruk? Mijn eerste indruk is positief. Het geeft een goed beeld van de veranderingstrajecten. Wat je tegenkomt en hoe je ze kunt oplossen. Ja. Het is niet alledaagse kost, dus het wordt wel ingevlogen vanuit een hele specifieke invalshoek. Ja, we hebben hier achter ons al wat dilemma's staan die jullie benoemd hebben. Wat je tegen kan komen bij verandering. En ja, en elke keer een andere inzicht of een andere visie erop, dat is natuurlijk wel weer belangrijk. Ja. Dus heeft dat ook vanavond weer bijgedragen voor jou? De manier waarop je naar verandering kijkt is anders dan ik ben gewend. En ja, op die manier had ik nog nooit tegen dat soort zaken aangekeken. Nee, dus dat was heel erg bijzonder. Mooi.